Yo mensen van YouTubers en welkom bij in Spruikjeskraft. En we staan hier bij de volgende attractie, Symbolica, het paleis der fantasie. Maar ook Carnaval Festival is uit onderhoud, dus die gaan we ook doen in deze video. We staan hier bij Polle's Keuken. Dat is de pannenkoekenstapel. Ja, die ziet er niet uit, maar ja, mensen, daarna is het nog wachten op Villa Volta, want die hebben we ook nog niet gedaan. En Aquanura mag ook wel eens openen. Wieken! Oké, Symbolica is open, mensen. Oké, ik heb gezien. Er staat niet bij wat single rider en wat normaal ingang is. Dus ja, ik pak gewoon de rechts. Bijzat dat is. Maar joh, ik weet niet wat dat... Wat heb ik dit ook moeten doen, dat is echt kut. Ik weet niet wat dat is tegenwoordig, mensen, maar altijd als je een attractie betreedt, dan worden dat is voor de luik, dat is voor minder luik te hebben, jongen. Ja, en alles rondom je, zie je van die strijpen in de lucht. Oké, je kan alle wachtrijen overslagen. Hier heb ik ook al lang moeten wachten, toen in de zomer. Ja, ik ook zo, dat is echt een rot, en dan die kutmuziek. Ik heb liever deze muziek dan bijvoorbeeld dat van een ander, hè? Yo! What the fuck? Oké, dit is de voorshow. Kijk, zelfs hier in de voorshow is er zelfs een wachtrui. Daar hebben we die graaf, ik weet niet, butler. Hoe was zijn naam ook alweer? Oké, hopelijk werkt die wachtrui. Spreeschermuziek. Muziek. Ah, daar gaat ie. Welkom in Symbolica. U gaat zo dadelijk op audiëntie bij onze koning, die zich hierboven bevindt. Wat is dit? Alle tovertwinkels! De trap gaat open, zeg. Ja. Onze koninklijke tovernaar. Wat een saaie boel. Maar wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar... Maar hoe maakt hij die arm? Wow. Waar yo, gast? Gaan we op binnen tering. Ik is nu weer de kloot. Oké, we kunnen naar binnen. Ik kan die trap lopen. Nou, dat gaat niet. Ik hoop nu wel, want er zijn nu wel drie routes hierin. Kijk hier, dat zijn ze. Dus ik hoop dat we voor elke route niet terug die voorshow... Ik heb een geld doorgedaan. Dat we niet weer die voorshow moeten bekijken. En als dat wel zo is, ja, dan helaas. Hè. Wacht. Zo duidelijk is dat hier niet, hè. Ah, toch wel. Wat gaan we eerst doen? Hier kunnen kiezen. Muziek. Dat is links. Yes. Wauw. Nice. Wacht, waar moeten we instappen? En als een mooi als onze server. Ja, wacht, muziektour is daar. Wat de fuck muziek? Ah, dat is echt moeilijk. Oh, wat een kar, jongen.
Dus voor mijn 6 in te gaan, zeker. Kunnen we, ja, ik denk het wel. Ja, die stoeme volume, jongen. Als het erop trekt, dan ja, werkt het niet. Is de muziek veranderd bij je? Nee, maar ik probeer hem met volume te doen en als die volume te dicht op elkaar zit, dan werkt het niet. Amai. Wat de hel. Jammer dat er geen muziek is, Jens. Die is er wel, hè. Ah, ik hoor niks. Een trackless dark ride, Jens. Ook van ETF Ride System. Die is er twee bouwers gemaakt. Fantasia! Gebruik je fantasie! Illumina Fantasia! Ja, Jens. Mooi zo. Het ziet er niet slecht uit. Trackless Dark Rides zijn zo indrukwekkende mensen. Ja, jong. Vooral deze die dat. Allee, ik heb dat ooit gezeten en gewerkt. Die is helemaal geprogrammeerd. Die kunnen alle kanten opruimen gewoon. Zie je, zo'n decoratie gaan we ook treffen in het pokhuis. De challenge doet aan Gamon, die heeft ook trackless en die kan ook verschillende ruimtes opgaan. Wajo, vlinders! En deze is dan gemaakt door ETF Ride System en Heijmans NV. En ja, dat zijn twee verschillende bouwers, dus. En Challenge Tutankhamun is bijvoorbeeld gebouwd door ETF Ride System en Sally Corporation. Twee bouwers die moeten samenwerken. Maar het trackless systeem is wel altijd van ETF. Maar ja, als je nu kijkt, zie al die scènes die zijn hetzelfde bij de drie routes. Elke trein die maakt per route gewoon één aparte scène. Wow, dat is een walvis. Wat jouw gast. Wat een groot ding is dat, jongen. Dan zie je bij... Wij komen bij een orgel of zo. Ja, ik heb enkel nog maar de schattentocht gedaan. Ik heb muziektour nog niet gedaan in het echt. Ja, ik heb er maar één gedaan, zo, nee, ik kan dat niet nog eens doen. Weet je hoe lang een aanschuif dat is? Ja, maar ik deed dat in twee verschillende dagen, hè. De ene keer, schattentour deed ik... heldentour deed ik in de zomer. Schattentour deed ik in de winter. Hier gaan we elke andere scène op, geloof ik. Hier, wij gaan nu naar de muziekkamer. Nice. Ah nee, dat is die spiegel. Hier kun je zo in dicht... Hey, die ken ik! In dicht kun je hier op knoppetjes drukken. Ja, ja, maar je ziet ons niet. Nice, zo'n ster, jongen. Mooi, mooi. Maar heel effecten. Je kunt zo af en toe op knopjes drukken en dan kun je de trein besturen, zo'n beetje. Nog weg. Wow! Sleutel! Geef die maar hier. Oh! Ja, komen we weer samen. Dit is echt moeilijk om te maken. Ja. Ratatouille in Walt Disney Studios is ook zoiets. Maar die is dan ook 3D. Dat is ook wel mooi. Ah, hier komen we bij die orgel. Af.
En dan gaat de orgel naar de knoppen. Ik hoorde geen muziek. Ja, dan gaat de orgel kapot zoals. En dan gaan we weer. Dit is ook echt de duurste, een van de duurste attracties ooit. Allee, bij de opening was het toch 35 miljoen heeft hij gekost. What the fuck? Oh ja, pannenkoeken! En komen in de feestzaal. Oh ja, die zit daar goed te fretten, ja. De koning. Van een droesmans. En die zaag. Je nu is dan. Oh, zie die taart, jongen. Check die taart daar. En dan heb je de foto's nog. Maar ja. Die... Oh, ride counter staat op 1 op 2, amai. Maar ja, foto's die. Ja, die werken niet precies. Dan gaan we nu een andere route doen. Maar dan krijgen jullie wel alleen maar die ene extra scène te zien. Want ja, de hele rit. Dat zal wel een beetje veel zijn. Dus we gaan nu weer helemaal rond om ja, een andere tour te gaan doen. Oké, mensen, hier staan we weer. En nu gaan we schattentour doen. Dus dat is naar hier. Allee, we gaan het uitzoeken. Ja, we gaan nu enkel nog de scènes laten zien die we vorige rit niet hebben gezien. Oké, mensen. We zitten in schattentour en we zijn nu bij die spiegels weer. En wij gaan dus hier naartoe. Je hebt hetzelfde principe als de andere, alleen een andere kamer voor een aparte spiegel. En dan gaan we naar de diamant. Dat is de scène van deze tour. Goed, dan gaan we door naar ja, de scène van de tour. Die bevindt zich daar, in die glazen kamer. Ah, daar staat, is de scène van de heldentour, ik kan hem zien. Ja, hier dus. Ja, normaal zie je een diamant, maar ja, nu zie je dus alleen maar particles en ja, zoiets. Daar gaan we weer. En ja, mensen, dat was de scène van Schattentour. Dus ik zou zeggen, laten we maar naar een heldentour gaan. Oké, dan staan we hier weer voor de heldentour en de laatste tour. Oké. En dat is dan hier te doen. Ah, die heeft dan ook van die mooie poortjes, gelijk als bij Vogelrok. Oké. Beetje reclame haken het dreudel. Tot de volgende keer. Grapje. Oké, tot de spiegel. Oké, mensen, dan zijn we hier weer. Bij de spiegel van Heldentour.
Ja, gebeurt eigenlijk niks anders, maar... Ja, hier moet je dan op knoppen drukken in het echt, dus ja, klik, 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 klik. En dan gaan die effecten eigenlijk af, denk ik. En op het scherm daar op de spiegel kunnen we dat dan besturen, geloof ik. Daar komt dan iets te zien. Hoeveel is in de kinderdag? Hoeveel zit er in de Excalibur? 9 nu. Maar als je dat zou fixen, dan zijn het er 18. Oké, dan gaan we nu mensen naar de, ja, de actie van Heldentour. Dat zijn daar die twee armor stands die tegen elkaar gaan vechten. Kinderuitbaan 1. Hypnisch stem, hè? Ja. Met hoeveel? Het zijn 6 karkens nu, dus met 12 man erin. Oké, dat is het dus eigenlijk, mensen. En dat was het, mensen. Dat was Symbolica. Dus we gaan nu naar de Carnaval Festival. Ja. Oké, mensen, welkom bij Carnaval Festival. Waar zit jij? Zit jij binnen? Ja, ik ben al binnen, kom maar. Ik sta bij de karkjes. Ik ben wel een roze karkje, eens. Die ook. Ook al zo'n lange wachtrij, dus. En het kan hier ook... Nee, dat is het trucje dan. Het kan hier ook echt druk worden, hè. Goed nagemaakt. Simmer begaan. Mai. Allee, jong. Oh, roze kan is mooi. Moet dat nou echt nu? Kijk, dit is toch een endless chain system, mensen. Staan we stil? Ja, dan moet je handicap niet instappen, hè. Jongen, we zijn nog altijd in het station, dus wie stapt erin? Niemand. Ah, uit de 5 mensen. Is wel goed gemaakt dus. Ja. De gehandicapte is juist ingestapt, die zit net van mij. Wat, wie? Ja. In orde. Jongen, zoveel werk dat hierin zat, jongen. Ta mil voor jood. We gaan ook allemaal verschillende landen door. En dit is Holland. Oké, de modeltranen gaan wel een beetje geld kosten, maar... Hoe de fuck is, hebben ze deze gefixt, hoor. Hé, hey, er staat er een te zeiken, precies. Wat was dat? De karren is aan introductie, Daniel.
Ja, ik wil niet weten hoeveel werk er in deze attractie zat, jongen. Hoeveel werk hierin zit? Ja. Doe het al die poppen. Hoort je die muziek echt? Ja. Die kop. Ja, en die van u, joh. In orde, Rosie. Ja, ik weet niet welk land. Welk land is deze? Is dat Rusland of zo? Wat was het de vlag? Ja, ja, Rusland, Polen. Ja, zie je wel aan die hoeden. Aan die hoedjes die ze aan hebben. Carnaval. Ja, hier hebben we Schotland. Amai, doodelzakski. Van kus me wel. Zie, hij heeft ook echt bijnaar, joh. Van schijt ride. Ja, deze doe ik echt nooit in het echt. Misschien voor een vlog kan ik wel eens een uitzondering maken, maar... What the fuck? Een uitzondering treffen? Hier staan karren stil op de baan. What the fuck? Gaat die dat terug? Dat is gewoon een hele kar die dat terugrijdt. Hè? What's happening here? Hopelijk draai je wijsebiet niet terug, hè, want anders... Onbegrijpelijk. Oeie. Check die sneeuwberg. Die hele kar is teruggereden. Joh, er hoeft maar één kar op te staan. Nee, maar dat zijn die verbinden zich, hè. Check die berg, hoor. Die berg van... Ah, dat is de toren van Pisa, ja. Dat is in Italië. Maar heel dat zit die gast oké te zeggen. Het duurt echt lang, hè. Wat is er eens? Die karren gaan zo traag. Oké, waar gaan we nu naartoe? Ah, we zijn nu in Japan, denk ik. Die twee worstelaars. Ah, dat zijn die drie Chinezen. Die dat altijd buigen. Die dat altijd buigen en dan gaat houden een gong. Dat is nulletjes. Wat een rijke amai. Ik zeg altijd in het leven is een straat. Kom bij die worstelaars zeker. Ja, hier zijn die. Amai, die zijn klein. Wanderhoed. Ja, staan we stil. What the fuck is... Ja, als mensen moeten uitstappen, dan droog stappen we anders. Wat zijn dat voor kabouters, jongen? Zo'n trein hoort niet te stoppen. En daar staan we weer. Normale mensen die moeten gewoon uitstappen terwijl het hier uit. Ja, gehandicapten die houden weer alles op natuurlijk. Is er geen buigels in? Ja, in het echt wel, maar... Ah, dat al. Hier een vis. What the fuck? Wat stelt dat voor? Een viskraam. Hé, een poppenkast? Is dat in China of zo? Japan. Ah ja, Japan. En hier hebben die Chinese draak. Dat is nice. Nog altijd in China. Het is mijn klote drommelrol. Ah,
Hier komen we in het sneeuwgebied. Er staat een pinguïn. Maar wat doet die klote vogel echt in elke zuine? Het is een echte droesappel. Je op deze zuinen mensen heb ik eens een keer echt een kwartier stilgestaan omdat er een storing was, joh. Dan zag ik continu die kleine sneeuwpoppen naar beneden komen, matte. What the fuck, ik werd zot. Dan echt troes appel. Oh, waarom kut dit? Deze attractie is op Minecraft toch saai. Ja, het mag mooi afgewerkt zijn, mooi. Ik hou niet van deze attractie, mensen. In dicht vind ik hem ook zo mooi niet. Het is wel chic dat Efteling het nog niet heeft gesloopt, dat wel, maar ik vind het geen mooie attractie. Die poppen zijn zo lelijk. Jawel. Ook een heel... Ja, die Dark Ride duurt ook zo lang, hè. Je wacht zo traag. Hier zijn we in Afrika. Ah, ja, Daniel. Ja, dat is die gorilla met die spin. Amai, wat een paard. Een ezel. Een paard, dat is een gorilla. Dat is een aap. Dat is een ezel of zo, jongen. Dat is een aap, jongen. Jongen, je kunt niet op een paard, op een aap rijden, hè. Zie je iemand op die aap zitten? Ik snap het niet. Zo goed draaien. Dat is een aap, jong. Ah, hier. We zijn eindelijk aan het einde gekomen, jong. Hier is zo'n speciale blok. Die een zwijger te gebruiken. Jammer eens. Wat? Dat ga je die blokken niet gebruikt, jongen. Welk? Die hier, ja, follow. Wat? Dat is zand? Nee, die gekleurde dingen. Wel. Wat zeg jij, jongen? Zeg jij blind of zo? Ik zit vlak neffen nu. Ja, op mijn scherm niet, hè. Ja, en hier krijgen we alle attracties nog, alle landen nog tezamen. Voor we de uitgang gaan. Ja, ik zie je dus niet, hè. Hier heb ik een fotomoment. Ga ik er nog een foto van liggen? Omdat... U bent van de server afgeschopt omdat u niets hebt gedaan voor meer dan 10 minuten. Ik wist dat, ik ga er niet meer op. Maar... Ik was de hele tijd... Ik was de hele tijd aan die Dark Ride aan bekijken. Ja, je moet soms iets in de chat schrijven, hè. Zeg, je gewoon een stomme server, joh. Ik ben eruit. Ja, gelukkig mensen waren we aan het einde van de attractie gekomen. Ik is namelijk flikker, ja. Oké, mensen, dan was dit weer de attractie voor deze dag. Mm-hmm. Symbolica en Carnaval Festival, dan is het nu wachten op Villa Volta en Max en Moritz. Ja, maar dat gaat nog lang duren, ze nu. Ik weet niet, is er al iets veranderd? Ja. We kunnen eens gaan kijken, hè, mensen. Kijk. Ja. De bouwplaats. Alles is weg, maar je ziet er wel al de eerste gebouwen. Baron is kapot, what the fuck. Zo, plaatsen er ook nog een kraanje van de Bob. Ja, een kraan, maar dat blijft niet, hè. Ah, ik kan hier overvliegen, was het een keer te doen. Ja, dat is al wel wat langer, mensen. Maar we hebben laatste video online gezet van Bob Returns of zo. En ja, toen... Een bouwvak in de kantine. Toen deden we nog de Bob in een video, maar... We hadden die gewoon al zo
vijf weken geleden al gemaakt. Dus daarom eigenlijk, maar... dit was de video, mensen. We gaan even... Ik ga ook even bij Villa Volta kijken, wat voor doen we. Zeg, ja, jongen. Ja, langs buiten is Villa Volta ook een beetje vernieuwd. De quartz zijn vervangen door mooiere blokken dan bij Villa Volta. Ja, wacht, hè. Dus dan zullen we hier maar de outro doen. Dit zal de attractie zijn voor de volgende video, dus... Tot de volgende video en... Ciao! Laters!